Goedenavond, welkom op dit webinar. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016 en sinds juni 2020 ben ik een van de mensen van de communicatiegroep in Nederland. En wij zorgen ervoor dat de mensen in hun eigen taal op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen. Want waar gaat het over? Het milieu. Het milieu is verschrikkelijk. We horen van alles over de uitstoot, CO2 en alles meer. En er moet iets aan gedaan worden. En nou is er iemand die heeft er een oplossing voor. En dat is bouwen op het tweede niveau. Het eerste niveau is op de grond. Het tweede niveau is boven de grond. Dan heb je veel minder ruimte nodig, minder grondoppervlak om te bouwen. En ook het is veel milieuvriendelijker. De heer Anatoly Jelinski zag dat jaren geleden al. En hij heeft de oplossing gevonden in bouwen boven de grond. En zoals je ziet, zie je hier al zijn ontwikkelingen die hij gebouwd heeft en ontworpen heeft. Dit is hij. Hier zit hij linksboven voor een wagon, welke hij als laatste gepresenteerd heeft op de Innotrans in Berlijn 2 jaar geleden. En die kan tot 500 km per uur gaan. En alle andere die hij heeft zijn tot een snelheid van 150 km per uur. En deze kan tot 500 km per uur gaan. Meer dan 500 km per uur. Anatoly Jelinski is een heel geleerd iemand. Hij is wetenschapper, maar ook investeerder van dit bedrijf. En hij heeft verschillende uitvindingen en van allerhande andere dingen ontwikkeld en mee helpen bouwen. Dit zijn de passagiersmodellen die er zijn. Verschillende modellen zoals u ziet. En de volgende plaatje ziet u in het midden. De modellen komen voor de industrie. En dan zeggen mensen, ja maar hallo, dit bestaat al lang. Heb ik al lang gezien in andere landen. Dat klopt, zoals in Duitsland en China. Daar zijn de wagons al in de lucht, die worden op het tweede niveau rijden ze, maar die hebben nog steeds dezelfde uitstoot van slechte gassen als de wagons of de treinen die op de grond rijden. En ook in de sneeuwgebieden, daar hebben ze kabelbanen. Die kabelbanen hebben geen motor, maar die gaan via een kabel. Die kunnen maar een beperkte afstand afleggen en die hebben geen eigen motor, dus die kunnen nooit van stad naar stad rijden. Dus het lijkt allemaal op elkaar, maar het is toch heel anders. Als we gaan bouwen, hoe gaat het dan? Normaal wordt er van A naar B gebouwd om een spoorlijn aan te leggen. Dan moeten de dieren gaan verhuizen die daar officieel altijd vanaf het begin woonden. Want de weg moet geëgaliseerd worden. Skyward Quality, die bouwt, Jelinski String Technologie, die bouwt met pilaren. Dus die laat de officiële dingen, wegbedding intact. De wegbedding kan over het water heen, maar die kan ook over de bergen heen. Er worden pilaren gebouwd en die pilaren die kunnen dichter bij elkaar of verder uit elkaar gezet worden. En daar trekken ze een kabel overheen. Die kabel trekken ze strak en die kunnen ze aan het uiteinde vastzetten in eindstations, zoals passagiersstations of op een andere manier, maar wel dat het stevig vastzit. En dan moet je een beetje denken zoals bij een gitaar. Een gitaar wordt ook de snaar aangetrokken. En zo bouwen ze hier eigenlijk ook. Op het moment als ze er nog een harde omhulsel omheen doen. Het hoeft niet. Men kan ook met doog een beetje doorhangende kabel hebben. Maar als men een harde omhulsel omheen doet, kunnen er nog zwaardere wagons overheen rijden. En als ze de treinstellen uit elkaar halen, dus korte treinstellen, dan is zelfs de belasting op het spoor veel en veel minder. En dan kan er elke 10 seconden een treinwagon vertrekken. Door de staal-op-staal wrijving verbruikt zo'n wagon ook veel minder energie. En dat is natuurlijk heel belangrijk, hoe minder energie, hoe beter. Aan de rechterkant zie je een plaatje van een doorsnee van een rail. En als je dan goed kijkt, hieronder heb ik er ook nog. Over die rail rijden de wielen. Maar in die rail, daar zit een strenge van kabels en daar zit ook een polymeeroplossing. En dat is zodat het niet kan rusten.
Dat is ook een voordeel. En over de harde omhuizing heen zit nog een harde staalafwerking. Die zorgt ervoor dat er meer dan 50 jaar geen slijtage is. Dus het onderhoud is ook minimaal wat er gedaan moet worden. Dus dat is allemaal heel mooi. En als je het linkerplaatje linksonder ziet, dan zie je in die oranje rondjes, daar zit de beveiliging zodat het niet kan ontsporen. Overal is aan gedacht. Als je dan naar het energieverbruik kijkt, als je een auto in een windtunnel test, dan ga je achter de auto altijd een windwerveling krijgen. Doordat de U-Flash, die tot 500 km per uur kan, die is ook getest. En die hebben ze kunnen testen. En wat is er dan? Dan zie je de wind erboven overheen gaan en er onderdoor. Dat wil zeggen dat aan de achterkant geen windwerveling ontstaat. Het gaat heel vloeiend en daardoor kan er een veel hogere snelheid opgebouwd worden. Wat kan Jyninski hiermee bereiken? Nou, natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren. Het transport wordt daardoor veel versneld. Files zullen een heel eind opgelost worden. En dit alles ook nog eens geïnspireerd en georiënteerd op de groene energie. Dat is een heel belangrijk item, zeker in deze tegenwoordige tijd. Niet iedereen kent dat en daarom zijn er ook universiteiten die hierin les gaan geven. En rechtsonder zie je een plaatje van leerlingen die zijn komen kijken in het Ecohuis. Er staat een verkleinde opstelling en dan kan men les krijgen. En inmiddels zijn er, doordat ze al jaren studenten aan het lesgeven zijn, zijn er al verschillende studenten afgestudeerd en die werken nu hier in het bedrijf. Dit zijn de sporenconstructies die ontwikkeld zijn. De bovenste is een doorhangende sporenconstructie, die heeft een minder harde omhulsel. En de middelste en de onderste zijn de enkele en de dubbele spoorconstructie. En dan zie je rechts onder het plaatje, dat is de doorhangende spoorconstructie van het bovenste plaatje, van het bovenste rail. En als je dan ziet, die bril ligt erop, dan zie je hoe smal en hoe weinig materiaal er nodig is. Maar doordat er die strings, die bekabeling in zit, die getwiste snaren, daardoor is het verschrikkelijk sterk. En links zie je er eentje met een extra harde omhulsel. En daar zit er boven overheen nog een extra harde laag voor de slijtage. Dus dat zijn, en in het midden die ronde buizen, daar kan men van alle andere dingen doorheen laten gaan. Maar voordat ze de markt betreden, moet ook elk voertuig moet aan testen onderworpen worden. En dat is heel belangrijk voor de veiligheid. En hier zie je dat er een aantal documenten gegeven zijn. En dat bevestigt dan weer dat er een test met goed gevolg is afgelegd. En wat wordt er dan getest? Vooral de stijfheid van het flexibele spoor. En zeker onder invloed van transportbelasting. Het is ook de afhankelijkheid en het temperatuurimpact en de berekening van krachten, zoals het spanningsbereik en de duurzaamheid van de flexibele rail die door de transportbelasting van de Unica T, de tropische versie, natuurlijk ook helemaal goed voor het warme klimaat getest moet worden. Hier zie je een aantal certificaten en onderscheidingen en er zitten ook patenten tussen. En iedereen weet wel hoe belangrijk patenten zijn, want dan wordt de concurrentie op achterstand gezet. Maar ook in 2019 heeft Jyninski was hij een van de experts in het WN-programma voor duurzame ontwikkeling. Dus hij zit niet stil. Hij doet veel, veel meer als alleen maar een wagon ontwikkelen. Er komt zoveel meer bij kijken. En ook omdat zijn technologie zo apart is, kan hij op veel plaatsen komen spreken inmiddels. Maar als je dan kijkt, al die afbeeldingen zijn nog niet 1/10 van wat er is. Hoor. Ze hebben er zoveel, ik heb het gezien daar, een heel boek vol, meer dan 100. Hier zie je ook nog een certificaat. En hier is hij lid geworden van een grote internationale organisatie. En hij was een van de 1400 transportbedrijven of onderzoeksorganisaties uit meer dan 96 landen. En waar is dat bevestigd? In Brussel. 16 februari 2018. Dus de mensen uit België, die vinden, daarvoor is het heel belangrijk, zelfs in Brussel wordt het goedgekeurd. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar hoe werkt dat dan? Het is zo ingewikkeld en dat kan niet, dat klopt niet. Nou, mensen die technisch zijn, die kunnen hier komen kijken. En dan zien ze echt wel van, oh ja, die berekeningen. Het is allemaal openbaar. Het kan zoveel mogelijk wat er ook mensen laten zien. Zodat ze zien van, nou, hier wordt echt wel heel erg goed voor de ontwikkeling, voor onze ontwikkeling gewerkt. Zodat dit dadelijk een bedrijf wordt wat meer dan 100 jaar kan bestaan. Mensen die niet zo technisch zijn,
Daar is ook een aparte website voor. Je kunt het hier lezen in een makkelijk leesbare tekst, zoals de meeste van ons. Dit zijn een aantal modellen die ontwikkeld zijn. Links een hele rij passagiersmodellen die tot 150 km per uur kunnen. Rechtsboven is de U-Flash. Die kan een snelheid halen van 500 km per uur of meer. Daaronder de U-Light. En die is getest op het park in Minsk. En daarvan afgeleid zijn de twee onderste. En dan komen we straks op terug op die twee onderste, want die zijn al door een land besteld. Dus die worden ook gebouwd al. Daar heb ik straks ook nog plaatjes van. Dus ze zitten echt niet stil. Je moet eens kijken wat veel modellen er al zijn. En dit is voor passagiersvervoer, maar er is ook voor de industrie. En dan zie je ook verschillende modellen. Twee bovenste zijn, de bovenste is echt voor schepen die via een transportband daar zijn lading in kan laten lopen. Daaronder een container die gedragen kan worden. En de onderste twee is een transportband die van een of andere mijnbouw door de bergen heen naar een fabriek getransporteerd kan worden. Dat is heel mooi. Hier zie je het wat groter, denk ik. Ja. Dan zie je, als je aankomt bij de fabriek, dan wordt het gelost in compartimenten. En dan kunnen ze mee verder gaan werken. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. En dat is voor personenvervoer en voor vrachtvervoer. Dan zie je, vrachtvervoer kan op verschillende manieren. Want het kan op zee, op land, in havens, kan overal. En rechts, daar zie je mensen die aan het bouwen zijn. Het rechte plaatje. En die zitten in een kantoor. Linksboven zie je de kantoormedewerkers. Rechtsboven is het laatste nieuwe kantoor wat ze betrokken hebben. Is veel en veel groter dan het kantoor daarvoor. En het onderste plaatje is het allereerste pand wat ze betrokken hebben. De blauwe is de productiehal. En daarachterin zie je een wit gebouw bovenuit steken. Dat was hun allereerste kantoor. Inmiddels hebben ze 700 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. Bestaande uit 80 afdelingen en ontwerpbureaus. Maar totaal hebben ze meer dan 1000 werknemers. Maar het zijn 700 hooggekwalificeerde mensen die technisch zijn. Het eerste park wat ze zijn gaan bouwen was in Minsk in 2015. Het was een onontwikkeld, vervuild militair terrein. En omdat Jeninske zei dat hij alles veel kon verbeteren, ook de grond, want hij komt vanuit de landbouw. Hij kan ook de grond flink verbeteren. En toen hebben ze hem dit terrein gegeven. Ze waren benieuwd of dat lukte. En in 2019 ben ik er geweest en toen zag het er zo uit. Een groot verschil. En nou, kijk eens hoe mooi dat het is geworden. En als je dan kijkt naar de vijver achterin, linker plaatje in 2015 en hoe het nu is. Daar wordt heel veel ontwikkeld. Jammer dat wij de laatste jaren daar niet meer hebben kunnen gaan kijken. Maar ik weet niet of jullie mijn muis zien. Maar hier op deze plaats, links bij de vijver, daar wordt heel veel ontwikkeld. Maar ook hier op deze plaats, hier is ook heel veel ontwikkeld. En hier komt een bepaalde lijn die de mensen hierheen kan vervoeren. Daar heb ik nu er niet in zitten. Dat vertel ik de volgende keer wel weer. Kijk, hier zie je het nog een keer. Hier achterin wat ik net aanwees, hier zie je dat er al gebouwd wordt. Maar mensen zeggen, ja, maar wat is er als die wagon halverwege in de lucht nou stilvalt? Hoe moeten mensen er dan uit? Geen probleem, want elke wagon zie je in het midden kunnen aan elkaar koppelen. Elke wagon heeft voor en achter een soort trekhaak. En als er iets is, kan die altijd aan elkaar gekoppeld worden. Of het nou een container is of passagiersvervoer, ze kunnen elkaar naar het volgende station brengen. Als we naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan kijken, dat is ook heel veel nieuws. Dan bestaat dat land uit verschillende soort provincies, zoals wij dan. En dan gaat het over Dubai en Sharia. Er is op een gegeven moment in Sharia een beurs geweest. Beurzen zijn heel belangrijk. Ik zal daar nog een paar beurzen hier laten voorbij komen. Maar beurzen zijn heel belangrijk, want er komen heel veel mensen, maar ook mensen die echt geïnteresseerd zijn in een bepaalde doelgroep, zoals treinbouw of die soort dingen, wegenbouw. Nou, dat was dus ook de... ik krijg een telefoontje. Wie doet dat nou? Ik heb mijn telefoon niet weggelegd. Jee. Weg. Nou, iemand is wel heel. Zo. Sorry. In april 2018 was er een beurs in Sharia. En toen hebben de sheiks dit gezien. En die vonden het heel interessant.
En die hebben gezegd van kom maar eens praten. En toen in september 2018 hebben ze al een contract ondertekend dat er daar gebouwd mocht worden. En dat Jeninski daar ook een stuk grond kreeg om te bouwen en te testen voor warm klimaat. En dat is gebeurd. En toen zijn ze ook daar naar de plaats toegegaan en daar hebben ze een officiële opening gedaan. En u ziet wel het plaatje rechtsonder dat er toen nog niks stond. En als je dan zo meteen de volgende afbeelding allemaal ziet, dan zie je hoe hard er alweer gewerkt is. Ook tijdens de pandemie. Dit is de eerste lijn die gebouwd is van 400 meter. 200 meter zit er tussen de pilaren en van het station naar de pilaren is 100 meter. En achterin zie je op dit plaatje dat het station nog niet klaar is, maar men wel begonnen is met testen. Want men heeft een jaar nodig om te testen, van zonsopgang tot zonsondergang en in de nacht, om gewoon te weten wat de temperatuur doet op de rails. Want dat moet men allemaal weten om een goedkeuring te krijgen en een certificaat. En hier zie je hoe dat er nu uitziet. Geweldig. Ik ben er geweest afgelopen eind oktober, begin november. En wij zijn in dat ecohuis geweest. Geweldig mooi. Die rondonde, alles lag er al. Het ecohuis ga je naar binnen en in het middelste plaatje bovenin zie je hoe het was toen het aangelegd was. Maar als je dan nu kijkt daaronder, er is al zoveel gegroeid, die planten en alles. En wij liepen daar binnen en dan heb je echt het gevoel, buiten was het heet. En je komt daar binnen in dat huis en het is ideaal. En zo'n mooie temperatuur. Geweldig gewoon. Heel apart. En rechtsboven zie je een plaatje dat daar een groep mensen staat. En die kijken en dan zie je al die ronde bogen. Dat zijn de bogen die een 2,4 kilometer lang traject gaan worden. En daar kan men straks verder gaan testen. En rechtsonder zie je nog een station in aanbouw. Hier kijk je recht door de lijn heen van 2,4 kilometer. Je kunt echt hier die afstand wegkijken. Heel mooi. Dat hebben wij ook gedaan. Hier nog een aantal plaatjes. En rechtsonder, dan zie je de binnenkant van het station. Kan men lekker in stoelen zitten wachten. Heel luxe allemaal. En rechtsboven, daar zie je dat het station, dat daar aan de 2,5 kilometer baan gebouwd is, wordt om daar de rails in te leggen. En ze verwachten in december, hoogstens januari, dat er helemaal klaar is en dat men dan daar kan gaan testen. En heeft men een jaar nodig om te testen om voor langere, hogere snelheden en zwaardere containers te kunnen gaan goedkeuringen kunnen krijgen en certificaten om dit ook te kunnen gaan verkopen. Hier zie je dat ze bezig zijn met de bekabeling leggen. Linksboven en rechts zijn ze al iets verder ermee. En vanaf het onderste plaatje dan zie je vanaf een bepaald punt dat je helemaal over het gedeelte heen kan kijken wat voor Jeninski stringtechnologie is. Als je dat vergelijkt met die woestijngedeelte wat we daar straks wat ik heb laten zien, dan is dit al een heel groot verschil. Hier zie je de containers, die is een lichtere container die ze wel kunnen testen al op de 400 meter baan. Maar de zwaardere container moet even wachten tot de 2,5 kilometer baan klaar is. Dit is de productiehal. Rechts zie je de productie van de U-Flash die tot 500 kilometer kan halen. Maar links, heel belangrijk, dat is een nieuw model. Dat nieuwe model hebben ze gebouwd en die wordt hier ingepakt in feite om op transport te gaan, om getest te worden. Heel belangrijk. Want sinds 2014 ontbouwt en certificeert en ontwerpt het bedrijf elektrische overheid transportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. Maar dit voorjaar hebben ze aangekondigd dat ze overgaan naar van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie. En ook de open commerciële verkoop op de internationale markt. Nou mogen wij op de meeste landen niet zeggen dat ze al gekocht hebben of zo, want dat mag het land zelf naar buiten brengen. Maar ik laat zo meteen wel een aantal afbeeldingen zien van landen die zijn komen kijken. En dan komen er hoogwaardigheidsbekleders kijken, maar daarna ook burgemeesters of bouwbedrijven. En dan weet je dat ze al heel ver zijn in de besprekingen. Dit is het toegang tot het park. Er staat het bord en dan achter die mensen daar is de toegangsweg. Je ziet daar tussen die mensen een auto net rijden. Dat is de toegangsweg die je naar het ecopark kunt rijden. En achter die auto zie je paviljoen waar de U-Flash staat. En daarachter staat het ecohuis. Dus men rijdt hier over deze weg heen en dan kan men zo naar het ecohuis, naar de rondonde om te parkeren. En net onder die duim van de linkerman zie je een in aanbouw zijn station. En wie is deze man hier links? Dat is de heer
Anatoly Janinsky. Want mensen zeggen, ja, hij is zo oud, wat als hij er straks niet meer is? Nou, totaal geen punt, want deze man, dat is zijn zoon. Dus er is al gezorgd voor verdere ontwikkeling, mocht hij er ooit niet meer zijn. Maar hij hoopt heel oud te worden, hij houdt zichzelf heel gezond, dus we kunnen nog lang met hem verder gaan. Maar om dit allemaal gedaan te krijgen, moet er gecertificeerd zijn. En certificeringen hebben ze hier gekregen voor warm klimaat. Dat is allemaal getest op de 400 meter baan en ze hebben daar aan voldaan aan alle veiligheidsnormen. En dat is niet alleen voor de wagon, maar ook voor de spoorconstructie. Het elektrische vervoer en de anker en tussensteunen van het reizigersstation, maar ook het reizigersstation zelf. En doordat dit geslaagd is, wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid en zal het ook het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Dus er wordt voldaan, begrijp dat goed, aan de wereldwijde eisen. Dus niet alleen voor de Verenigde Arabische Emiraten, er is een bedrijf dat gewoon voor wereldwijd alles test, dat het in elk land gebouwd mag worden en verder ontwikkeld. Heel mooi. Dus Janinsky Stringtechnologie is nu geschikt om de wereldmarkt te betreden. En ze kunnen hun klanten de hoge kwaliteit van het vervoer bieden wat ze hebben. Want het is echt heel hoge kwaliteit die ze hebben. En ze zijn dus wel in het gesprek met Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook met de buurlanden. Zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Dus dat is gewoon heel mooi, want dat zijn wel ontwikkelde landen waar nog heel veel vervoer nodig is. Er was een aanbesteding en Janinsky heeft meegedaan met de aanbesteding om op korte termijn daar sporen te bouwen. En hij zei destijds, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt U-Sky de beste oplossing voor Dubai, maar het is aan hen om te beslissen. Want naast Janinsky Stringtechnologie waren ook andere bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk betrokken bij deze competitie. En Sharjah die bekijkt ook een voorgestelde oplossing om de belangrijke stad te verbinden van Sharjah met de oostkust van Korfakkan. En de sheik van Sharjah die heeft heel erg interesse getoond in het project. En Janinsky Stringtechnologie heeft meerdere opties ingediend. Zoals de lengte van een spoor van 125 kilometer van links naar rechts door Sharjah. Met 25 kilometer door eigenlijk bergen, heel veel berggebied. Maar hij heeft dus ook nog dingen ingediend om ook in de stad zelf de trajecten te bouwen. Dus dat is wel heel mooi. Inmiddels weten we dat, maar dat heb ik straks nog, denk ik van, ik heb straks nog wel. Hier hebben we de lijnen die ook gebouwd gaan worden van een vliegveld naar het noorden van Dubai, of van Sharjah, naar het zuiden van Dubai. En beide vliegvelden worden ook verbonden met een haven. Dat is een traject, hier wordt niet meer over verteld. Dat gaat achter de schermen verder. En hier zie je dat ze staan bij een informatiebord waar de stopstations komen. En wat zijn de voordelen? Nou, de bedrijfskosten worden minder dan de helft van het conventionele vervoer. En ook belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Later lostijden waren aanzienlijk verkort. Minimale grond hebben ze nodig en geen dure terminals. En als je dan kijkt, minimale grond, kijk hier rechts eens op het plaatje. Hier is de snelweg. Maar tussen de snelweg, in de groenstrook in feite, kan men gewoon pilaren bouwen waar dan de string overheen gaat. En hoe mooi is het dan als mensen in de file staan en jij zit zelf in die wagon en je kunt doorrijden naar jouw traject. Geweldig mooi toch? Janinsky, de transport en infrastructuur wordt onderscheiden door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, heel belangrijk, zeker tegenwoordig. Ook de hoge mate van veiligheid in het personen- en vrachtvervoer wordt heel erg getest en zit er bovenop om zeker de instanties ook om te kijken dat het wel allemaal goed is. Het is toch nieuw. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen, betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en ook bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En ook wat milieuvriendelijkheid betreft, wil het de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit in natuurgebieden. Deze baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook de vegetatie die erop groeit blijft intact, zodat trekroutes van dieren niet geblokkeerd worden en de dieren daar in vrijheid over kunnen steken zonder bang te hoeven te zijn plat op de weg te komen liggen omdat daar vrachtauto's overheen rijden en hun leven niet meer zeker is. Als je dan kijkt wat de kosten zijn om te bouwen. In Europa bedraagt de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer per kilometer $30 miljoen.
En het jaarlijkse onderhoud kost $100.000 per kilometer, hè? Jaarlijks. Dit zijn vooral de onderhoudskosten komen elk jaar terug. Als je dan kijkt naar de Hyperloop, men heeft geschat dat die zeker op 50 miljoen per kilometer zullen komen. Maar deze technologie is nog in de conceptfase en iedereen weet dat het altijd duurder wordt. Het wordt nooit goedkoper. Een kilometer metro kost zelfs, kan die oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En als je dan hetzelfde deel van je Nijinsky stringtechnologie gaat kijken, dan zal die slechts op maximaal 10 miljoen per kilometer zijn. Ze hebben gezegd tussen de 1 en 10 miljoen kost die. Als je dan gaat kijken, de gemiddelde kosten zullen rond de 5 miljoen gemiddeld zijn. Maar als je vanuit de 10 miljoen per kilometer gaat, is het nog 1/3 maar van de kosten van een normale hoge snelheidsweg die gebouwd gaat worden. Dus Nijinsky stringtechnologie die gaat echt die hele industrie fundamenteel veranderen. En er zijn samenwerkingen natuurlijk met heel veel partners. Men werkt alleen maar samen met hoogwaardige bedrijven. En een van die hoogwaardige bedrijven is Bekaert in België. En waarom doe ik dat? Ik heb heel veel contact met mensen uit België. En daar leg ik het ook wel eens dikwijls uit. En dan is dit een hele belangrijke. Want als ik dit laat zien aan mensen, als de Belgen eerst nog een beetje sceptisch zijn, als ze dit zien, zeggen ze, als dit bedrijf ermee samen gaat werken, dan moet het wel goed zijn. Nou, dat is gewoon heel leuk om te horen. En hier zie je van die rollen liggen, van kabels die geleverd zijn. Hier zie je op de grond de steentjes. Dit is in Minsk waar het geleverd is. Ik heb straks ook nog een plaatje van in de woestijn van Sharia. Er wordt op verschillende plaatsen leveren ze de modellen. Kijk hier, Nijinsky stringtechnologie wordt geleverd. Elk plaatje op zijn rol staat daar. En wat staat daar? Bekaert levert het. En als je dan weer kijkt naar die grote plaatjes, dan zie je hier dat op elke rol die geleverd wordt, is geleverd door Bekaert. En hier zie je een plaatje Bekaert. Hier liggen die rollen. Hier wordt de spoorweg op dit moment aangelegd van 2,4 kilometer. En wat zie je hier? Hier zie je die rollen liggen. Dus het wordt echt geleverd door de firma Bekaert. Maar nou zeggen toch wel heel veel mensen tegen mij, ja meneer, het duurt zo lang. Ja, dat kan best zijn, maar als je even terugkijkt, wat is er ontwikkeld? Als Tesla iets ontwikkelt, dan ontwikkelt hij de auto. Eén model, misschien een afgeleide, iets groter, iets kleiner, maar het is één model. En hij hoeft geen weg aan te leggen. Wat gebeurt hier? Hier moet veel meer aangelegd worden. In 2015 hebben ze een stuk grond gekregen. In 2016 reed daar de eerste Unitruck. Die kon daar meteen al getest worden. En in 2017 was de Unibus en de Unicar bijgekomen. En in 2018, zoals u daarnet gehoord heeft, is er in de Verenigde Arabische Emiraten een handtekening gezet en hebben ze daar een stuk grond gekregen om te bouwen. En in 2019 was het eerste traject van 400 meter klaar en kon men meteen al aan testen gaan. En in 2020, tijdens de pandemie, net voor de pandemie, hebben ze de Unicar hebben ze op de Iletrans in Berlijn getoond. En die hebben ze in 2020, is die verder getest geworden op het park in Belarus. En inmiddels ook is die al verhuisd naar de Verenigde Arabische Emiraten. En in 2021 was de Yukon klaar. Ook tijdens de pandemie hebben ze dit nog allemaal kunnen ontwikkelen. Bouwen ging verschrikkelijk traag, maar ontwikkelingen in kantoor is gewoon heel erg goed doorgegaan. En dat is dus allemaal gebeurd in de laatste 6-7 jaar. Dan zegt men wel, het duurt zo lang, maar kijk eens, ga dit eens allemaal doen. En zorg eens dat dit allemaal gebouwd wordt en financiën die je voor moet krijgen en alles. Er is heel, heel veel gedaan. Zeker als je zo terugkijkt. Er is ook heel veel media-aandacht geweest. Want op een gegeven moment was de verslaggever, kwam er en die wilde wel eens zien wat het was. Die had dat gehoord en die ging er zelf naartoe. Die vroeg, mag ik meerijden? Dan mocht hij mocht filmpjes maken en alles. Heeft hij een heel mooi verslag van gemaakt. Dat werd gepubliceerd en dezelfde dag alle media, zoals ook CNN en Fox News, alle media hadden gedeeltes uit het filmpje overgenomen en op hun site gezet. Supermooi. Maar dan zie je hier ook rechtsonder het blad Construction Week. En dat is een heel belangrijk blad in de vervoerssector. En die heeft er ook veel aandacht aan gespendeerd. Want die heeft er zelfs binnenin, en op de buitenkant, maar ook binnenin, heel wat pagina's gewijd om dit uit te leggen hoe geweldig dat het was en wat het was. Dat is gewoon heel mooi om te weten.
Maar nou nog iets anders. De Construction Today publiceert ook een artikel over de Hyperloop van Virzing. Virzing die heeft die Hyperloop ontwikkeld, dat weten we allemaal. Maar die schreef, Jeninske String Technologie heeft Virzing Hyperloop verslagen. Ze schreef, het ingenieursbureau Jeninske String Technologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virzing Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Virzing Hyperloop kondigde destijds aan dat het vacuüm passagierscapsules ging bouwen die in zeer lage drukbuizen konden versnellen met de snelheid van meer dan 1000 km per uur. De media was al enkele jaren heel enthousiast over het idee en ze bespraken natuurlijk de mogelijkheden en de timing van de implementatie van. Maar er waren ook mensen die twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En wat gebeurt er? Niet zo lang geleden maakte Virzing Hyperloop echter zelf officieel bekend dat ze het idee van personenvervoer hebben losgelaten. Ook de Financial Times meldde dat Virzing Hyperloop volledig was overgestapt op het goederentransport. Maar, schreef ze voor Jeninske String Technologie, is de COVID-19 geen belemmering geworden. Ze schrijven dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van het bedrijf ernstig moeten hebben bemoeilijkt, maar dat ze toch doorgingen in deze moeilijke omstandigheden en hun plannen niet hebben opgegeven. En ze schrijven op basis van de manier waarop Jeninske String Technologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat het transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kan zijn dan het overschatte project van Virzing Hyperloop. Nou, dat is echt heel wat dat dit geschreven is. Het zijn echt onafhankelijke partijen, hè? En ze schrijven, Jeninske String Technologie, dat ook alternatief transport ontwikkelt, heeft vorig jaar een certificaat van conformiteit met de veiligheidseisen ontvangen van het internationale organisatie TUVSW. En dat is heel belangrijk. De TUV is heel belangrijk in de vervoerssector. Dat is voor mij inmiddels ook duidelijk. Ze schrijven, Jeninske String Technologie had de betere versie dan Virzing Hyperloop. En kort na deze publicatie over het stopzetten van Virzing Hyperloop kondigde de Skyward Community de start aan van hun commerciële projecten. Goed getimed. Nou zijn er gesprekken en testritten met delegaties uit heel veel landen. Ik ga nu een aantal noemen waarvan delegaties uit landen proefritten hebben gemaakt. En dat is uit Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho en andere landen. Over Koninkrijk Lesotho vertel ik daar nog wel een heel leuk verhaal. Maar delegaties uit de volgende landen zijn inmiddels in gesprek met Jeninske String Technologie. En dat is Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. En ze hebben opties voor de aanleg van new tracks en samenwerkingsverbanden allemaal besproken. Dat wil zeggen dat die gesprekken veel en veel verder zijn al als wij denken als daar dit gezegd wordt. Ze hebben allemaal het Ecohuis gezien. En het Ecohuis, dat is wel heel mooi, want ze hebben de World, hoe heet het nou, in 2020, de beurs in Dubai in 2020, die in 2021 gehouden is, een half jaar lang. Daar kon men op de beurs, elk land kon daar zichzelf promoten. Toen bleek dat er geen bedrijven op zo'n beurs mochten staan in Dubai, maar dat een land zich moet promoten. Het land Belarus had alleen maar tv-schermen aan de zijkant te staan. En daar kwam af en toe een filmpje over van verschillende bedrijven. Nou, daar stond Jeninske String Technologie ook wel tussen, maar dat maakt niet zoveel indruk. Die hebben gezorgd dat er een soort taxivervoer vanuit de beurs naar het park gemaakt werd. En dan konden hoogwaardigheidsbekleders of belangrijke mensen uit bepaalde landen werden daar naartoe gebracht. En die konden in het Ecohuis, is dit traject opgesteld, maar achterin zie je een soort van hoogbouw en dan zie je daarna een rail. Dan kun je boven de rail wagons rijden. Ik heb dit gezien. Onder de rails zijn ook wagons. Hier binnenin, let op, hier zit een buis. En ik vroeg destijds, wat is dat? En ik kreeg geen antwoord. Dus ik zei de naam van die persoon. Ik zeg, wat is dat? En die zei, Hyperloop. En liep snel weg. Dat wil dus zeggen dat hier ook getest wordt. Alleen hier zullen we niks van horen dat het over zo'n heel aantal jaren misschien helemaal klaar is. Voorlopig horen wij er niks van, maar wel leuk dat we weten dat dit dus door Jeninske String Technologie ook gebouwd gaat worden.
En dan zie je ook hier in de lucht, dat is een flexibele lijn, die is doorhangende lijn. Daar hangen ook wagons aan, die gaan ook op en neer. Dus er zijn echt verschillende modellen die daar aan het rijden zijn. En daar krijgen de hoogwaardigheidsbekleders van de landen als eerste de uitleg hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het werkt. En dat is wel heel slim, want die beurzen zijn lang voorbij en nu kunnen ze mensen nog er naartoe sturen. En hier zie je een aantal foto's van delegaties die daar zijn geweest. Het zijn, is niet één of twee personen, hier zijn al grotere delegaties. Dus wat er, dit precies voor mensen zijn, weet ik niet. Maar ik heb de foto's wel gekregen, dus dat is wel heel mooi. Uit Europa. Ook India. En dat is wel heel mooi. Indiase vertegenwoordigers zijn op zoek naar nieuwe technologieën en betrouwbare partners. Misschien weten jullie wat het betekent. Daar ga ik verder maar niet op in. Maar blij dat ze terug zijn. Ze zijn heel in het begin er ook geweest. En toen zijn ze teruggestapt. En nu zijn ze toch weer terug. Dus dat is gewoon heel mooi. Ze hebben ook kennis gemaakt met de tropische yucca. Ze hebben er ook in mee mogen rijden. En ze weten dus dat het ook voor droog klimaat tot plus 55 graden altijd intact is. En gewoon een binnentemperatuur in de wagons heeft van tussen de 19 en de 22 graden. En in India kan het ook heel heet zijn. Dan is het wel heel fijn om op die manier jezelf te kunnen vervoeren. Dit is nog een aantal foto's van mensen uit India. Die hebben dus echt ook een hele uitleg gekregen in het kantoor van het Ecohuis. En hier staan ze bij de mini-opstelling. Dan zie je hier ook weer een wagonnetje bovenin overheen gaan, rechtsboven het plaatje. En ze mogen erin zitten. En in het middelste plaatje zie je ook dat ze een passagiersvervoer onderin is. En bovenin zie je een container. Je moet goed kijken. Straks zie je plaatjes waarschijnlijk op. Ja, je hebt straks trouwens gezien een container die op zijn ponton is. En dat kun je hier eigenlijk ook zien. Dan zie je een container op een ponton dat die ook in het kleine links en rechts op en neer kan rijden. Dit is een delegatie uit Brazilië. En dat zijn overheidsfunctionarissen, maar ook burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Zij krijgen allemaal rondleiding en uitleg. En bedenk zelf maar wat dat wil zeggen als er ook ondernemers uit bouwbedrijven zijn om te komen kijken. En die mogen ook allemaal hier in het epicentrum kijken. Hier staan alle de schermen waar mensen kunnen zien hoe het in de wagons is. Maar ook alle technische details kunnen op die schermen gevolgd worden. En Vietnam. František Solar en Vladimir Maslov die zijn al verschillende keren in Vietnam geweest voor belangrijke besprekingen. En inmiddels is hier het rechte plaatje, zie je Vladimir Maslov zitten en ze hebben in Vietnam het transnet opgezet. Dat is puur alleen voor in Vietnam te bouwen en alles te kunnen volgen en te kunnen organiseren. Dus dat is gewoon heel, heel belangrijk. Die landen maken echt aparte afspraken. En een delegatie uit Korea. En die staan hier ook rechts bij de schermen in de controlekamer. Super mooi om te zien hoor. Ik heb het gezien. Echt, als we de kans krijgen om een keer naartoe te gaan, moet je echt doen, want het is zo mooi om te zien. En dan heb je hier de Republiek Paraguay. Daar zijn ook mensen mee eens kijken. Uit Rwanda. De ambassadeur van Rwanda. Hij heeft het gezien. En hij is ook nog een keer samen geweest met Claire Ackerman Manzi. En zij is CEO van het Rwanda Development Board. En is ook lid van het kabinet van Rwanda. Dat wil zeggen dat er hoge overheidsfunctionarissen vanuit Rwanda zijn geweest. Maar die zijn ook alweer verder gegaan. Want zij hebben de specialisten uit Rwanda, die zijn ook geweest om te komen kijken voor een gedetailleerde kennismaking. En ze hebben ook inmiddels een transportmodel ontwikkeld wat ze willen hebben daar. De Rwandezen zijn erg geïnteresseerd en ze hebben het linkerplaatje, de hoge wagon, maar ook het rechterplaatje, een lagere, eenvoudiger wagon, daar hebben ze interesse in. Maar inmiddels is er dus een nieuw model ontwikkeld voor hun. En dat is denk ik het volgende plaatje, ja dit. Want veel mensen denken dat slechts één ontwerpbureau hier samenwerkt, maar er zijn meer dan 50 ontwerpbureaus bezig om zo'n wagon klaar te hebben. En deze is speciaal ontwikkeld, een goedkopere versie, voor het land Rwanda. Nou, denk na, waarom doen ze dat? Ook uit Kissingen is er iemand geweest. Zij heet Sarapat Masitova. En zij vervangt hier het Kirgisch parlement, maar zij beheert zelf twee transportbedrijven. Ze is algemeen directeur
van het bouwbedrijf Modern Style in Kissingen. Denk even na wat dat wil zeggen. We kunnen er verder nog niet op ingaan. Maar de koning van Lesotho, die is ook geweest. En die was er tegelijk met toen Earl en ik in Dubai waren. Wij mochten daar met een groep mensen van leiders van de verschillende landen in Dubai naar het park gaan kijken. Werden we begeleid. En op een gegeven moment zien wij daar een hele delegatie gepantserde auto's aankomen met geblindeerde ramen. Dus wij zeiden, kijk daar. Nou, wij mochten even niet verder om in de wagon te gaan om te reizen. We werden even apart gezet in een andere glazen kamer. En die mensen stapten uit. Vier mensen in kleurige kleding en verder allemaal mensen in witte kleding. Bleek achteraf dat die witte kleding waren mensen van de beveiliging. En die gekleurde kleding, dat was de koning en koningin van Lesotho. Nou, dat is geweldig gewoon. Maar dat wisten wij toen niet. Wij zeiden, waarom mogen deze mensen wel volkruipen? Wij waren toch eerder. Maar ja, zo'n hoge delegatie. Het is de hoogste delegatie die is geweest van koning en koningin. Staat nog boven een regering. En wij hebben ze gezien. Super mooi om te zien. En ook gewoon als je dan achteraf kijkt van, wat heb je meegemaakt? Dan is zo'n reis is nog veel specialer als dat je van tevoren al dacht. Dus ja. Super, super mooi om mee te maken. En Lesotho, die ligt in Zuid-Afrika. Ze hebben nergens een toegang tot de zee. En nou wil de koning, die wil dus dat de problemen voor de landbouwsector opgelost worden. En door een traject aan te leggen naar Durham, dat is rechts bij de zee, naar een haven, dan kunnen ze de problemen van de landbouwsector oplossen. Want doordat de producten sneller bij de haven zijn en vervoerd te worden, zal dat natuurlijk ook de inkomsten voor het land verhogen en de levensstandaard van de mensen verhogen. En hij heeft al gezegd dat hij zal zorgen dat grote organisaties hierin mogen investeren. Nou, dat is heel wat als ze dat zeggen. Maar als je ook kijkt in de wagon zelf, als er veel mensen in zitten, krijg je natuurlijk gebruikte lucht. Maar ze hebben ook gezorgd, samen met een ontwerp-ingenieursbureau, dat het microklimaatsysteem ontwikkeld wordt. En dat het zelfs zich bewijst bij een temperatuur van meer dan 50 graden Celsius. Ze hebben een unieke ontwikkeling in de luchtuitwisseling ontdekt en gemaakt. En de cabine wordt nu continu gevoed met een aantal hoeveelheid frisse lucht. En die wordt gecompenseerd voor de uitgeademde lucht van de passagiers. En het is met succes getest. Dus ook weer certificaten ervoor, goedkeuringen ervoor. En het kan van extreme temperaturen tot plus 55 graden Celsius, maar ook in de min 55 à 60 graden. En dan kan de temperatuur in de wagon ongeveer tussen 18 en 23 graden Celsius blijven. Dus er is veel meer nodig dan alleen maar een wagonnetje wat rijdt. Als je dit zo allemaal hoort, dan zie je hoeveel dat er ontwikkeld moet worden en goedgekeurd. Want alles moet gewoon gekeurd worden. En ja, je moet ook bewijzen dat het goed is. En niet over één keer een ritje, maar gewoon over een lange tijd. En daarom duurt het ook zo lang voordat iets goedgekeurd is. Want ze moeten gewoon heel veel data verzamelen over warme en koude tijden. En blijkbaar over een heel jaar lang. Nou zijn tentoonstellingen heel belangrijk. En ik heb dit plaatje een beetje verwisseld met het andere, maar hier is een tentoonstelling over wegeninfrastructuur in Azerbeidzjan. En die wordt beschouwd, zo'n tentoonstelling, als heel belangrijk in dat land. Dan komen er professionals uit verschillende weginfrastructuurprojecten en van allerhande andere bekende bedrijven komen bij elkaar. En dat is vooral ook voor de vertegenwoordigers van verschillende departementen, maar ook ministeries. En ja, die zorgen ervoor dat ze in eerste instantie goedkeuring geven om zoiets te mogen bouwen. En dan krijgen ze daarna ook de contacten met de bedrijven uit de wegenbouwsector. Maar alles wat met wegenbouw te maken heeft, komt op zo'n locatie bij elkaar, op zo'n tentoonstelling. Heel belangrijk. Want dat die zo belangrijk zijn, kun je wel zien aan de Innotrans in Berlijn. Die is nu in 2020 geweest. En dat dacht ik eigenlijk dat ik het straks wilde vertellen. Maar daarom komt dat nu waar ik in het begin even door wilde gaan. Maar ik had alles een beetje door elkaar heen gegooid. Of door elkaar, beter op volgorde. Maar het zat nog anders in mijn hoofd. Want een delegatie van Dubai Roads en Transport, die nam deel aan de internationale beurs voor transporttechnologie op de Innotrans.
Want Juninski kon daar niet staan met zijn bedrijf uit Wit-Rusland. Maar de RTA wel. En de RTA stond daar met een wagon van Juninski. En daarmee maakten ze bekend dat ze Juninski de dingen gewonnen heeft om een traject te bouwen van 15 kilometer in Dubai. Het is nu dus bekend dat hij het gewonnen heeft buiten al de andere bedrijven die meededen aan om dit te kunnen winnen. En dit project werd dus niet aangekondigd door Juninski, maar zelf door de RTA. En dat is gewoon heel mooi. En de rest van de projecten mogen ze niet onthullen. Dat is wel heel jammer. Maar dat is ook vanwege afspraken met partners. En ook natuurlijk vanuit veiligheidsoverwegingen. Maar zeker ook omdat de oneerlijke concurrentie nog steeds bestaat. Daar moeten ze zeker rekening mee houden. Dus ze gaan iets pas naar buiten brengen als alle handtekeningen gezet zijn en een bedrijf of land niet meer terug kan. Hier zie je een aantal van de stations die gebouwd kunnen worden. Dit zijn plaatjes die waarschijnlijk al daar aan bedrijven of aan landen hebben laten zien. Maar waarom zouden wij gaan investeren in New Sky? Nou, ten eerste natuurlijk voor het milieu. Geen schadelijke stof stoot het uit, omdat het ook weinig grond in beslag neemt. Dus dat is ook heel goed voor het milieu en voor de dieren. En die snaarbanen zullen het natuurlijke landschap niet zo snel veranderen. Dus de bossen blijven intact. En dat is ook weer goed voor het milieu. En de meeste bouwprojecten zullen gaan gebeuren in het Midden-Oosten en Azië. Wij hebben hier in Europa al hele goede wegen, maar in die landen zijn weinig wegen. En ik heb inmiddels begrepen dat het heel dikwijls ook het binnenlands product omhoog brengt. Maar ook dat mensen in landen zorgen dat er scholen gebouwd gaan worden, van ambachtsscholen tot universiteiten, om mensen op te leiden. Als er straks gebouwd moet worden, dat hun mensen uit hun land de arbeidsmigranten die komen om te helpen, eventueel kunnen begeleiden en leiderschap aan kunnen geven. Dus zover zijn er al landen om dit te gaan doen. Ik kan alleen de naam nog niet zeggen van het land. Hier is nog een project wat goedgekeurd is. Niet alleen dus Dubai, maar dit is ook een bekendgemaakt project. Dat is in Nigeria. En dan gaat dus van Tinkat, Island, dat zie je in het pijltje onderin bij Nigeria. Daar zit een eiland en vanuit dat eiland naar de hoofdstad Lagos, daar gaat een traject gebouwd worden van 20 kilometer lang. En dat gaat kosten, schrik niet, $280 miljoen. Kun je zien wat dat dus samen is? Dat is dus niet de 10 miljoen per aangelegde snaarbaan, maar hier zitten dus ook de wagons en de stations en al die soort dingen bij. En alles wat ze nog meer willen hebben. Hier is er in ieder geval in totaal een kostenplaatje gekomen van $280 miljoen. Ten eerste, het zal de vervuiling van de vrachtwagens natuurlijk een heel eind verminderen. Maar wat denk je? Het vervoer daar naartoe, het gaat veel sneller en dan zijn ze daar toch sneller bij de haven om hun producten vanuit een eiland te brengen. Als dat ze dat allemaal moeten doen met vrachtwagens en via boten en alles meer. Dat is gevaarlijker. Maar dan vragen heel veel mensen, ja, maar hoe zit het dan met die financiële gevolgen? Want wat dan met die oorlog daarin met Rusland? Sorry. Nou, geen probleem. Er zit totaal geen geld in Wit-Rusland of in Rusland. Want ze hebben het... Sorry. Men heeft het op andere plaatsen in de wereld. En dat kun je hier zien, bovenste plaatje, op Cyprus, Vanuatu bij Australië en de Canarische eilanden tussen Noord- en Zuid-Amerika. En dankzij de steun van investeerders blijft ook het crowdfunding platform een stabiele financiering om de projecten te laten bouwen. Ik moet de volgende pagina, kom niet. Oh ja. Er is gezegd, Skyward Community, dat is de organisatie die het geld binnenhaalt voor de Juninski Strikttechnologie, die diversifieert alle financiële werk. En wij kunnen in ons persoonlijke account alle verschillende betaalmogelijkheden zien, om ook in geval van onvoorziene situaties toch gelden te kunnen geven. Dus omdat ze met cryptocurrency samenwerken, kunnen ze over de hele wereld vrijelijk geld overmaken en ontvangen. Dit zijn de landen. Op een landkaartje te zien, dan zie je, of wereldkaart moet ik zeggen, dan zie je dat het mooi verdeeld is over de wereld.
Ik heb dus gevraagd van hoe zit het dan met dat geld? En toen kreeg ik te horen van Nazesta Kosareva, dat is de vrouw van Juninski. Die heeft een officieel schrijven naar buiten gebracht. Dat ze schreef, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen gekocht, wat voldoende zal zijn om al het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. Eventuele onderbrekingen in de leveringen zullen ons niet hinderen, maar op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten, want alle afspraken met onze partners kunnen gewoon van kracht blijven. En de Verenigde Arabische Emiraten hebben crowdfunding goedgekeurd. Dat is heel, heel belangrijk, want normaal mag dat eigenlijk niet, maar ze hebben dus gekeken hoe Juninski Stringtechnologie het geregeld heeft met de Skyward Community, en nou heeft de zijn de koninklijke hoogheid, de sheik van Dubai, en die heeft het goedgekeurd, het crowdfunding platform, om nieuwe projecten te kunnen gaan financieren. En hij merkte op dat crowdfunding een van de beste manieren is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën. Dat jonge innovators en ondernemers ook zullen helpen. En ze hebben het over het werven van fondsen voor de uitvoering van eventuele projecten en ideeën op speciale platforms. Daar zijn wij er eentje van. En crowdfunding platforms worden gereguleerd door het Security and Community Administrations, SCA. Dus het is allemaal officieel geregeld, het is allemaal officieel goed. Wij zijn helemaal in orde. Als je dan kijkt, de veiligheid hebben ze ook goed voorgezorgd. Dit plaatje rechtsonder. Dan zie je wat de meeste treinen niet hebben. Aan elke wagon zitten sensoren en die scannen een bepaalde omgeving af. Als mensen ontdekt worden door die sensoren binnen dat gebied, dan wordt het een rood alarm. Want u ziet het groene, dat is buiten het gebied, maar de rode persoon die loopt hier, gaat het alarm af en de wagon stopt. Als die persoon naar de wagon toe loopt, gaat de wagon zelfs achteruit. En als de persoon wegloopt, dan gaat de wagon weer vooruit. Maar zo gauw als iemand binnen het gebied komt van de sensoren, dan stopt het. Dus ongelukken kunnen ook wat dat betreft op de grond heel moeilijk gebeuren. Dus wij ondersteunen een bedrijf om iets te bouwen wat bijna niemand kent, want dit is ook heel iets nieuws. Als je dan kijkt dat het bovengrondse transport van YouSky innovatief is, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. Wat wil je dan nog meer? In 2015 zijn wij begonnen met de ondersteuning met geld, maar Juninski zelf is vanaf 1978 bezig. En nu zitten we in 2022 en zitten we in fase 14.2. En over een paar dagen gaan we door naar 14.3. Daarna komt alleen nog fase 15. Dus dat is gewoon heel mooi. We zijn bijna aan het eind van de bouw van dit project. Dus mensen die dus nu nog een investering willen doen, of als je mensen kent die een investering willen doen, dan hebben ze nog een paar dagen in fase 14.2. Is toch gunstiger als in 14.3. Dan is het weer een stuk verder. Hier zijn een aantal sites waar je kunt kijken om je informatie te vinden. Dus deze vooral belangrijk, juninski.com/nieuws. Want dan kunnen we alles in eenvoudige tekst lezen. En er komen ook telkens de nieuwste dingen worden daar weer geschreven. Dan kun je zelf je eigen ook op de hoogte houden. Wil je iets meer weten? Je mag ons altijd bellen. Earl, mag je bellen? Of mij, want ik heb de webinarpresentatie van deze week van Earl overgenomen. Het was een beetje niet goed bij stem. En dan zal volgende week Earl mijn presentatie overnemen. Dus zo kunnen we een hele fijne samenwerking hebben. En wij zijn allebei bereid om jullie allemaal te woord te staan als er vragen zijn. Bel ons, ga niet zitten wachten en denken. Bel gewoon, want wij hebben bijna overal antwoord al op. We kennen het voor het zo goed het bedrijf dat we het precies weten. Dus en mocht je het niet weten, dan gaan we het navragen. We zorgen in ieder geval dat mensen op de hoogte zijn met alles wat ze willen. Dus wat dat betreft wil ik jullie heel hartelijk bedanken dat jullie hier geweest zijn om te luisteren. En zeg ik van nou, fijn, heb nog een fijne avond. En tot volgende week tijdens de presentatie van Earl. Fijne avond nog. Dag!